jongens. Hoi. Ja. Nou, ik stel voor dat we eerst het traject even lopen wat ik straks ga doen. En met alle hindernissen en obstakels die daar bij te pas komen. Ja, hier zouden wat, straks hier wat punaises kunnen liggen. Dat maakt het extra link. Hier, de Chocobel flesjes. Het is oud-Hollands glashard. Het is oud-Hollands glashard. En dan kun je, als je daar breekt, heel lelijk aan verwonden. Wonden die moeilijk te hechten zijn. Hier kunnen we wat olijfolie strooien. Wat olie, want dat is straks slipgevaar. Ja. Nou, hier zien we een beetje het hele verdere verloop van het traject. Ik moet dus hier langs proberen hier een jump te maken. Ja. Op de eerste muur te nemen. De tweede schans. Ja. Dat is nogal een, een stijl. Stijl, ja. Bedoeling. Ja, maar dat is hartstikke leuk. Het is ook gewoon gemaakt van een soort lage kwaliteit pokkenhout. Dit is natuurlijk een moment waar ik straks voor die muur moet zien te remmen. Dat leg ik zo direct uit. Ja. Waar ik ernstig ten val kan komen. Ja. Ja, de boter die doen we straks op de wielen. Jij. Ja. Nou, je hebt er wel zin in. Nou, laten we het maar gewoon gaan doen. Ja. Dit is helemaal op de Amerikaanse markt gericht. Ja, want daar smullen ze ervan. Ja, ja. Alles wat brandt en instort, dat haalt hoge cijfers. Ja. Ben je nog getrouwd? Huh? Ben je vrouw? Je bent nog getrouwd? Nee, gescheiden. Ja, ja. Ja, ik had opeens helemaal geen zin meer in dat kutweef. Nee. Kluk, stond er maar naast. Dat vond allemaal zo belangrijk. Ik heb een ton. En die regelt dat allemaal veel beter. Oké, jongens, onthul het standbeeld maar. Nou, ik ga er op zitten. Ja. Heb je nog 6 last van je arm, hè? Ja, hij is nog een beetje stram. Stram! Het idee is als volgt. Ja. Ik ga straks met volle vaart naar buiten. Hier op de motorfiets zit zoals op elke racemotor en elke gewone motor de zogenaamde dodenmansknop. Als je die uitzet, wordt de hele motor stilgezet. Het is misschien niet helemaal goed voor de kijkers of voor de camera te zien, is voorzien van een cijfercode. En de cijfercode, die is alleen in het bezit van een notaris. En deze notaris bevindt zich in de Nederlandse gemeente Wierden. Notaris Wilmot heeft daar een trekkingsbak. Hij kan daar 4 cijfercodes uittrekken. Hij kan daar, als ik geluk heb, de correcte code uittrekken. Als ik geen geluk heb, dan is het bye-bye, Henk Mul. En het idee is dat deze cijfercode van de dodenmansknop doorbelt naar mijn mobiele telefoon. Om spanning nog enigszins te verhogen, zal ik mij enigszins straks aan de motor laten vasttapen. Verder zal ik de tank opendraaien en rokend naar buiten rijden. Ik zou het niet willen, maar Henk Mul is Henk Mul. Ja. Overboden te roken staat er in de helm. Kan de gezondheid ernstig schaden.
Zeg, dat was wel rijkelijk aan de late kant, notaris Wilmot.